Hallo voetbalvrienden, daar zijn we weer, pupil van de week interview. Ik heb er weer onwijs veel zin in. Ik hoop mijn pupil ook, dat gaat hij zo meteen vertellen. Maar eerst ga ik jullie nog even wat een en ander vertellen. Afgelopen zaterdag, ja, helaas verloren van Amijnen Zuid, van mijn kerk. Maar ik denk toch wel dat alle supporters trots zijn op onze club, op Amijnen. Want we hebben er alles voor gedaan en helaas, het staat even niet mee. Dus de punten bleven in mijn kerk. Ja, doe je helaas niks aan. Kom omhoog, we gaan door naar volgende week. En dat is lekker kerk thuis. De club van Schoonewil, ja, die doet het erg goed. Staat op de derde plaats. Leuke, goede trainer. Vraag maar een koekoek. Nee, koekoek mag blij zijn, die 3 puntjes. Dus die moet voorlopig even zijn mond houden. Lekker kerk komt op bezoek. Ja, staat derde, Kasper. Die doet het goed. Die staat goed bovenin. Runner-up. Maar goed, als je dan naar de historie kijkt, aan Meiden tegen Lekker Kerk, hebben ze vaak altijd spannende potjes. Dan gelijkspelletjes, winstpartijen voor Lekker Kerk, voor de Meiden. Dus het kan alle kanten op. Naast mij pupil van de week, Kasper. Stel jij je even voor, jongen. Ik ben Kasper Blokland. Ik zit op de Kandelaar in groep 8 en ik ben 11 jaar oud. Perfect. Jongens, dit was het pupil van de week interview. Nee, geintje. Kasper, prima voorgesteld, jongen. Onder de 13, onder leiding van Ferry en Stefan. Ja. Hoofdklasse dit jaar. Ja. Ken nog wel ietsje beter, hè? Nog niet veel gewonnen. Nee, nog maar eentje. Maar goed, jullie spelen wel als enige jeugdelftal hoofdklasse. Dus dat is, dat is niet verkeerd. Nee. Dus, en leer je dan ook veel van die potjes? Ja, dat wel. Ja, wat leer je dan? Gewoon. Het is wel moeilijker dan, Het gaat allemaal net ietsje sneller. Ja. Ja. Dus dat hebben we ook bijvoorbeeld in het eerste ook, die spelen naar de derde klasse. Dan zijn natuurlijk ook jongens die hebben tweede klasse gespeeld, zoals Dennis Stammen bijvoorbeeld. En Dennis zei ook dat, dan gaat het net allemaal nog ietsje sneller. Maar heeft hij nou natuurlijk ook wat laatst van. Hij wordt ook wat ouder. En die is ook een beetje voetbalmoe aan het worden. Dus misschien gaat hij wel de schoen in de wil gaan eind dit jaar. Wie zal het zeggen? Hé, hey, op de Kandelaar. Ja. Gaat goed. Ja hoor. Heb je al een keuze gemaakt nu ook school wat? Ja, ik ga naar het Gilde. Ja, dat docht ik zo al, want jouw vader is ook heel handig. Ja. Dus jij gaat ook die kant op. Ja. Op de fiets? Ja. Maar als dat slecht weer is, dan wil je moeder je wel brengen, denk ik. Denk het wel. Ja, tuurlijk wel. Dat snap ik ook wel. Hé, hey, gaan er nog meer naar het Gilde? Ja, best veel. Hoeveel jongens uit team? Uit team eentje. Oh, wie? Lorenzo. Oh, ja, leuk naam voor jongen. Ja, dus misschien wel een eigen bedrijfje beginnen, een bedrijfje of zo. Of, ja, ik weet nog niet. Oh, joh, lekker wat gemak hier, is lekkere school. Gilde, leuke school, heel veel mooie vrouwen. Hé, hey, dat zit er volgens mij geen één. Een paar volgens mij. Nou, die hebben het dan voor het uitkiezen, maar jij niet. Maar goed, dat is ook te zijn, want jij hebt een lange vriendin natuurlijk. Ja. Ja, hoe heet ze ook weer? Lois. Oh, Lois. Dan denk ik dat die van de Leut is. Ja. Ja. Oh ja, ik ben goed, jongen. Dat ik dat allemaal weet, hè. En hoe lang hebben jullie al? Weet niet. Oh, maakt ook niet uit. Zijn we al trouwplannen? Nee. Oh, nee, dan ben je gek, joh. Moet niet al beginnen, hoor, trouwen. Hè? Dus. Hé, hey, ben je op de kerk geweest? Afgelopen? Ja. Dat is jammer, hè? Ja. Ja, want ik voel echt dat we deden echt goed aan mij. Hè? Maar ja, vooral de tweede helft voetbalde redelijk, maar hij viel aan de verkeerde kant. Ja. Ja, nou ja, het was wel een gezellige dag en in de kantine ook. Ik had de zaap op toen ik naar huis ging. We zijn nog maar even langs de Mech gereden om het maagje weer te vullen. En toen zijn we in de kroeg beland. Dus, Eredivisie, echte Feyenoord supporterjaar natuurlijk? Nee. Oh, wat dan? Ajax. Jongen. Hij is 6 punten los, hè, de Feyenoord. Ja, dat wel. Maar mij hoor nog niet zeggen dat we kampioen worden, maar we gaan wel tot het eind meedoen, denk ik. Ja. Dus, hey, zaterdag pupil van de week. Ik ben blij dat we eindelijk weer eens een keer een pupil hebben die ook af en toe kon kijken. Dat is heel belangrijk. Wat denk je dat het geworden? 3-1 aan Meiden. Oké, okay, doelpuntenmakers? Ik denk René, als Matjan nog invalt, Matjan en Roy. Oh, ah, 3 goede, leuke jongens, 3 jonge jongens, met een mooie toekomst voor zich, dus het zou mooi zijn. Ja. Nou, ik teken voor 3-1. Zaterdag dus 3 uur, 15:00, Sportcomplex Meijo, aan Meiden Lekkerkerk. En aan Meiden 2. Ja, dan gaat het even ietsje minder. Die maanden krijgen hier en daar een tikje te verwerken. En die spelen, ja, ik weet het eigenlijk niet, ben slecht voorbereid. Dan gok ik Kozakken Boys. En dan denk ik, uit de Kozakken Boys. En de maanden van 2 ook weer een 3-puntertje. Komt het helemaal goed. En dan Feyenoord weer naar Sparta. Dan hoeven we hem maar 4 keer te winnen en dan zijn we er. Jongens, tot zaterdag.